Dat was een goed verslag, Berger. Ja, vond je het leuk? Ja, vond het, ik heb het gemist. Dat wist ik ook, maar ik bedoel, ik heb het idee dat ik nu toch... Ik ben erbij geweest, maar op zich, het verslag is voldoende, hoor. Je hoeft niet... Of is het verslag beter dan de sessie? Nee, ik vond het ook een leuke sessie. Jongens, leg even aan onze kijkers uit waar we het over hebben. Leuk verslag, hoezo verslag? Ja, Michiel, een lang verslag van een nog veel langere sessie. Dat had ik gisteren natuurlijk al aangekondigd dat ik zou gaan kijken naar Yuval Noah Harari. Dat heb ik gisteravond gemist om 9:00, maar vanochtend om 9:00 was er een herhaling op Channel 1. 9:00 ochtends, trek je dat? Ja. Het was precies na onze sportmeeting, dus prima. Okay. Jij bent een ontzettende fanboy natuurlijk, hè? Maar dat even, verslag, waar hebben we het over? Wat voor verslag? We hebben het over onze Nederlandse verzamelsite eigenlijk, van de South by Southwest verslagen. Die is te vinden als sxsw21.posthaven.com. En daar schrijven we allemaal verslagjes op. Die heeft Blom zeker bedacht, die URL. Ja, iemand moet het doen, hè? Nee, we gaan verder. Michiel, je hebt daar een verslag geschreven van Harari. Wat had hij te melden, Harari? In het kort dan even, want we hebben niet zo heel lang natuurlijk. Want jij bent een fanboy. Precies. Dus ik neem aan, als ik jou zo'n open vraag stel, dat je daar het liefst een half uur over gaat oreren, of niet? Ja, ik ben sowieso natuurlijk altijd van het heel erg lang praten. Dus dan stel ik voor dat de buitelaar bepaalt hoe lang je aan het woord mag blijven en jou nou gewoon genadeloos interrumpeert. Nou, ik kan het wel in een paar zinnen zeggen, hoor. Het ging over de angst voor vernieuwingen, innovaties en revoluties die we hebben. En Harari kan dat altijd in een heel lang geschiedenisperspectief zetten. Hij vergelijkt onze gevoeligheid voor misinformatie nu op internet, vergelijkt hij dan bijvoorbeeld met... De misinformatie die werd verspreid in de 16e eeuw over heksenjacht. Ja, dat zijn vergelijkingen waar ik niet meteen op zou komen. Maar voor hem is het wel een dingetje. En ja, zijn verhaal is gewoon van... Je moet gewoon goed nadenken over de techniek, de vernieuwingen die we zien. Heel veel dingen zijn gewoon niet goed. Die veranderen. Heel veel start-ups falen. Heel veel mutaties in de biologie die leveren ook niet iets goeds op. Maar neem gewoon de tijd als je met een vernieuwing bezig bent. Beeld je bijvoorbeeld in hoe zou de politicus die ik het meeste haat dit kunnen inzetten voor zijn gewin. Dat is een aardige gedachteoefening. Daarin kan je heel veel dingen waarover we nu heel erg naïef zijn en ook zijn geweest in het verleden. Maar internet brengt ons allemaal samen, want informatie delen is goed. Maar hij zegt, fake news is ook informatie. Dus dat wordt ook met exact dezelfde snelheid gedeeld. Ja, dus eigenlijk ook heel actueel wat dat betreft. Als we kijken naar de discussies over Facebook en misinformatie en de manier waarop de politiek dat ook gebruikt. Hè? Trump, Baudet, dat soort types. Ja, absoluut. Hey, ik zat ook te kijken, want er zat nogal iets is heel interessant in, vond ik. En daar gaat het ook wel vaker over, maar zoals we eerder al hebben gezegd, dat is ook South by Southwest, dat het de punt is waar het wel vaker op gaat, nog weer een keertje op je netvlies zet. Hij vertelde, kijk, als je dokter wordt, als je arts wordt, als je medicijnen zeg maar, gaat studeren, dan moet je een hele scala aan cursussen, dingen voor over de ethiek van en in de zorg. En eigenlijk het belangrijkste wat er nu aan de hand is, zijn het helemaal programmeurs die met elkaar het internet van nu en in de toekomst aan het bouwen zijn, waar die ethiek eigenlijk geen enkele rol speelt. In ieder geval niet in opleiding, et cetera. Vond ik ook wel een mooie uitspraak van hem. Ja, hij zei inderdaad, dat moet gewoon komen. Ethics for coders. Je moet gewoon leren wat je aan het doen bent. Want dat zijn de algoritmes die zijn toch voor een deel ook onze samenleving aan het creëren. Dus daar moeten we gewoon bij zitten met elkaar. Ja, kunnen we die sessie nog terugkijken? Of is het een van die beruchte channel sessies, zeg maar? Het is, die verdwijnen in de krochten van de digitale wereld. Het heet inderdaad channel content. Maar 's nachts zijn er altijd herhalingen. En dan moet je gewoon even kijken op die channels.
En het is de moeite waard om eventjes voor te gaan zitten. Ja. Hey, Stekel, maar ben jij met je 10.000 stappen bezig? Is dit je 10.000 stappen routine? Ik heb eigenlijk al het laatste half jaar van die, wat ze noemen de coronacrisis, enorm last van schermmoeheid. Dus als ik nou even kan, dan ga ik gewoon lekker naar buiten, ga ik wandelen. En dan doe ik daar wel mijn telefoontjes en in dit geval mijn Zoom. Ja, gaat prima toch? Ja, ziet er goed uit ook. Goeie achtergrond. Ja, kijk, ja, wandel in Polder Eidoorn vandaag. Dat is een mooi natuurgebiedje hier in Amsterdam-Noord. En veel grutto's zie ik op het moment vandaag. En ganzen en kievieten. Ja. Ja, hij heeft niks met innovatie te maken. Ja. Wel met rust. Ja. Ja. Michiel Buitelaar, je bent zo stil. Nou, ik word enigszins overmeesterd door de breedsprakerigheid van Berger. Yes! hij schreef ook al zo'n onkarakteristiek niet lang verslag. Maar nee, dat was echt heel goed. Hartelijk dank daarvoor. Wat ik me afvroeg, is er niet een soort tweedehandsmarkt voor sessies die niet meer worden herhaald? Dat iemand ze ergens stiekem, ik mag het niet zeggen wellicht, maar dat iemand ze opneemt en op een andere manier verspreidt? Ik heb het nog niet gezien. Het zou toch logisch zijn? Nou, ja. Wat mij al opviel is dat zelfs op de telefoon heeft South by Southwest ook al het onmogelijk gemaakt om screen grabs te doen. Op de een of andere manier, ik weet niet hoe ze het technisch hebben opgelost, maar het is niet zo eenvoudig. Bij bankapplicaties is dat ook vaak. Ik weet niet hoe je het doet, maar het kan. Het valt me ook op voor de aandachtige kijkers en luisteraars. Heel veel films zijn dus niet beschikbaar. Ja. Die zijn alleen maar beschikbaar in de US. Dat is behoorlijk irritant. Nou, kunnen zij daar kan de organisatie weer niks aan doen. Dat ligt weer aan de filmmakers en filmdistributeurs. Maar ik vind dit eerste vind ik eigenlijk wel gewoon kwalijk van de organisatie, hoor. Ik bedoel, ze verkopen reus geen kaartje minder op als wij een screenshot maken en die delen en tegen mensen vertellen dat we een fantastische sessie hebben gezien. Hier kiest Southwest zelf voor. En ik vind, Als je de pretentie hebt om de wereld te willen verbeteren met slimme mensen en techniek, moet jij ook beter voor zorgen dat het verhaal gedeeld kan worden. Ja, maar ja. Blom, nu stap je wel heel snel heen over dat eerste zinnetje van je. Hè? Hier kan South by Southwest niks aan doen. Wat is dat nou voor onzin? Ze kunnen toch gewoon tegen filmmakers of distributeurs zeggen, jongens, het is een digitaal festival. Als jullie de rechten niet vrijgeven deze week voor de hele wereld, dan pech. Dan laten we het gewoon niet zien. Daar heb je ook gelijk. Nee, ik ben het met je eens. Oh, gelukkig. Ja, ik denk al, wat is er dan te gebeuren? Ja. Nee, maar ja, weet je, voorbeeld inderdaad. En ik weet dat de Buitelaar dan wel gaat zeggen, het gaat nu al veel beter dan het was. Is waar, maar het komt nog steeds voor dat mensen een film uitbrengen op een DVD. En dan bestel je een DVD uit het buitenland. Hè, in dit geval een niche-DVD van een band die ik goed vind. En dan kan ik hem afspelen in mijn computer, maar dat mag maar 3 keer, want ik moet dan van locatie veranderen. Hey, ik moet dan, hij mag eigenlijk alleen in de VS afgespeeld worden. Ja, dat soort dingen, jongens, dat is toch echt niet te geloven. En dat is in de filmindustrie volgens mij nog het ergst op dit moment. De muziek is daar wel vanaf inmiddels. Michiel Buitelaar, jij hebt altijd zo'n notitieboekje als we in Austin aan de keukentafel zitten. Heb je dat nu ook? Ah. Kun jij even laten zien, even voor de camera houden, dat we ook kunnen controleren of je hier werkt? Ja. Wat heb je opgeschreven vandaag? Nou, ik heb niet heel veel gedaan, maar ik ben dus gezien, want ik werd ernstig afgeleid door de verkiezingen. En daarna ben ik 3 uur bezig geweest om mijn iPhone te repareren. Maar ik heb één sessie gezien die ook wat ouder was en die ik wel interessant vond. Dat heette Behind China's Great Firewall. Tech, culture en user interaction. Dat was ook echt van alles en nog wat door elkaar, maar over het Chinese internet. En waar kan het toe leiden als je geen Facebook, Google en andere dingen hebt, en als je een hele andere cultuur hebt, en dat internet zich op een hele andere manier ontwikkelt, hè, met super apps en dergelijke. Een deel wist ik wel, denk ik, maar een deel ook zeker niet. En weet je wat, een van mijn stokpaardjes is dat we met z'n allen geneigd zijn de hele tijd naar Silicon Valley te kijken. Maar dat er in het oosten, specifiek China denk ik, dat daar
net zo interessante dingen gebeuren. In sommige opzichten sneller, groter, beter. En heel dikwijls heel anders. Nou, daar ging dit over. En het was echt een hotspot van dingen door elkaar. Maar ja, zeer interessant. Aanrader. Michiel, weet jij of daar ook, zijn daar ook Engelstalige sites of bronnen voor dat jij weet? Want kijk, voor mij is het wel logisch dat ik daar niet zoveel van weet. Want ik volg de Engelstalige technologie media, zeg maar. Weet jij dat? Ja, ik ook. Maar volgens mij, je komt het af en toe tegen. Misschien zijn er ook gespecialiseerde dingen. Goeie vraag, ik weet het niet. Maar in lijn daarmee zou ik je nog iets noemen. Ik heb geprobeerd laatst iets te kopen op Taobao. Wat echt heel groot is. Ja, dat is me dus niet gelukt. Want ik heb ik vond nauwelijks Engelse informatie. Ik was op zoek trouwens naar een goudkleurig standbeeld van Donald Trump. Ik neem aan voor in je tuin, Michiel, buitenaar naast het zwembad. Ja. Nou, het was echt vrij groot. Er stond een artikel over in The Guardian. Er stonden er maar 100 verkrijgbaar op Taobao. Dus ik meteen een sprintje getrokken. Maar ik ben volkomen vastgelopen in A, de taal. Maar dan ook B, daar ging die sessie ook over dat de user interfaces serieus anders zijn. En die mevrouw hield een erg boeiend betoog over low- en high-context omgevingen. Dat is heel interessant. Ja, ik heb een keer net gelezen dat Google werkt ook heel anders in China. Omdat wij zijn gewend om linkjes af te gaan. En de mensen daar die zijn veel meer gewend om al die linkjes te openen. In allemaal verschillende tabs. Ja. En dan al die tabs af te lopen. Dus dat heel veel westerse bedrijven hebben ook heel veel moeite om die markt in te komen. Dat is nou eenmaal, die interface is gewoon door ons brein verzonnen en die werkt daar niet. En andersom is het dus net zo. Hè? Dat is wat jij nu merkt. Dat je denkt, hoe moet dit in godsnaam? Dat is een vrij fundamenteel probleem, denk ik. Ja, een van de dingen die ik mij afvraag. Ik heb ook echt geen idee of die bedrijven vandaar. Of die ooit, morgen of overmorgen, hier aan de deur gaan rammelen. Of die ooit met hun producten echt een entree zouden willen maken in Europa. Of zo. Ik heb daar... Nou ja, weet je, als je kijkt wat er aan pakketjes binnenkomt uit China van Alibaba bij de gemiddelde puber, dan zie je dat op dat terrein in ieder geval heel hard gaat. Ik weet ook niet beter dan heel veel mensen in mijn omgeving doorlopend in China dingen bestellen. Ja. Dus in de e-commerce hebben ze het wat dat betreft al heel goed voor elkaar. Alleen die gouden beelden van Donald Trump dan misschien niet. Ja. Maar ja. Ja. Ja, dat heb ik dus naast gegrepen. Ja, misschien moeten we de verkiezingen toch ook niet helemaal onbenoemd laten op zo'n dag. Want als iemand dit ooit later terugkijkt, on demand, voor de context. Gisteren waren de verkiezingen in Nederland. Michiel Buitelaar, jij zei dat je daar ernstig door afgeleid was. Vond je het interessant, spannend? Nou ja, ik denk, ja, ik vond het behoorlijk spannend. Ook vanwege de schommelingen die er, laat ik zeggen, de entree was best opvallend. Vanwege de opening, de exit poll. En dat ging daarna nog wat op en neer en heen en weer. En daar zaten boeiende dingen bij, toch? Dingen die ook niet iedereen verwacht had. Dus ik vond het aankijken waard, meer dan. Ik had hetzelfde hoor. Ik heb ook tot 2:30 vannacht toch weer naar die NOS-verkiezingsuitzending zitten kijken. Terwijl je weet dat er niks nieuws komt. En ik had in die tijd natuurlijk ook wat Erwin gisteren geloof ik gedaan heeft naar het optreden van een band in het Japanse. Er is een Japans centrum, digitaal centrum bij South by Southwest, waar je geloof ik Japanse bands kan kijken. Dus dat had ik ook kunnen doen. Doet me ineens weer denken aan een geweldige avond die Michiel en ik hebben gehad. Over K-pop. Was een fantastische. K-pop was ik bij. Ja, dat was heel ja. Dat zijn van die dingen die je jaren later nog weet. Oh ja, toen met die K-pop avond. Dat was echt zo leuk. Ja. 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 Nee, goed, het grootste probleem vind ik van digitaal. Niet zozeer de kwaliteit van de content. Wat ik zie, zie ik eigenlijk best veel leuke dingen waar ik wel door geïnspireerd raak. Maar ik word zo ongelooflijk afgeleid. Ja. Dat vind ik echt heel erg ingewikkeld. Hadden we het gisteren ook al heel even over. Maar ik vind het echt heel lastig om de focus te hebben. Om dan eens een uurtje echt zo'n sessie in te duiken. En verder alles te negeren om je heen. Ja, wat ik bij
Harari heb gedaan, dan heb ik wel even op mijn werkplek gedaan, maar dan heb ik gewoon ernaast een notitie heb ik open en dan ga ik gewoon heel het meetikken wat er allemaal wordt gezegd. Ja. Dat houdt je er heel erg bij. En je hebt je stukje voor 30% klaar daarna. Maar vooral het houdt je gewoon heel erg in de structuur. Dat lullige boekje van mij, dat houdt je wel bij de les. Ja. Omdat je zit te schrijven. Ja, zeg maar. Ja. Goed idee. Ga ik dat vandaag proberen. Wat moet ik kijken, jongens, vandaag? Jullie hebben het programma bestudeerd. Nou, wat moet ik doen? Ik zag dat er sessies beginnen. Ja. Er komt een gesprek met makers van een documentaire over WeWork. Dat vind ik heel boeiend, want ik vind WeWork een van de mooiste bedrogschandalen van de afgelopen jaren. Ook een van die typische miskleunen van SoftBank. Dat vind ik heel boeiend. Er komt om 5 uur mijn tijd een gesprek met Michael Lewis, wat ik een boeiende figuur vind. Ja. En om 6:30 vanavond, Malawiaanse tijd is dat, een gesprek met oud-president Bush. En dan om 9:30 vanavond, dus 8:30 Nederlandse tijd, de Never Let a Good Crisis Go to Waste door Ahmed Abu Taleb. Interessant. Want ja, en wat jij zei, Stekel, vandaag zijn die pitches, hè, waar wij doorgaans wel een dagje lekker gaan zitten luisteren naar nieuwe bedrijven die hun mooie verhalen vertellen. Er zijn 2 Nederlandse bedrijven doen daarmee in de pitches. Alpha Beats en Payrise was de naam, volgens mij. Dus die mogen vandaag pitchen, maar die vertelden ons van de week in onze uitzending van Topnames. Dat is geloof ik al 2 maanden geleden opgenomen of zo. Dus het is ook voor die bedrijven die pitchen, is het een totaal andere ervaring, zeg maar, dan het toen was. Want dan doe je zo'n podium met het publiek en je hebt meteen eigenlijk feedback. En nu, ze weten al bijna niet eens meer wanneer ze het hebben opgenomen. Ja. En dan wordt zaterdag geloof ik bekendgemaakt wie het dan wint, hè? Want dat is echt een competitie. Ja, dat vind ik ook wel leuk. Ga ik dat eens kijken of dat nou online een beetje uit de verf komt. Ja, maar om even aan te sluiten op jou, Stekel. Ik vind dat ingewikkelde van erbij blijven vind ik ook moeilijk. Bijvoorbeeld vanavond is mijn laatste schaatsavond. En ik krijg nu net het schema binnen. Dus vanavond om 7:50 op de Jaap Edebaan begin ik met 3 rondjes inrijden, inveren en druk op de hak houden. Dan ga ik 2 keer 3 ronden bijhaalbeen achter standbeen, knie tegen kuit, zijwaarts afzetten met druk op de hak. En dan ga ik 6 keer 220 meter met 188 meter rust eerst hangen, dan explosieve afzet van achteren naar voren. Dat doe ik eerst voordat ik Abu Taleb kan gaan zien. Ja, en dan zit ik toch ook nog op mijn schuin hoofd naar Ajax Young Boys te kijken. Ja, dat soort dingen, ja, dat is dan toch lastig. Ja, dat heb je niet als je daar bent. Nee, dat is een stuk overzicht. Hey, Michiel Buitelaar, jij zit in Malawi. Ik denk dat jij even wat tips moet geven aan de kijkers. Want jij bent gewend met VPN-systemen geobloks te omzeilen. Want jij woont al zo lang in het buitenland dat ik me niet kan voorstellen dat jij niet een oplossing hebt voor die rechtenproblemen waar we deze aflevering mee begonnen. Nou ja, ik heb de volgende tips die komen, laat maar zeggen, voor de vorm zeg ik dan even, die komen van een vriend. Maar dat schijnt goed te werken. Pia, Pieter, Isaac, Anton, VPN, dat is echt prima. Dat is niet duur en dat werkt op alle apparaten, dat is gebruiksvriendelijk. En dan kan je inderdaad, ik kan inloggen van echt ongeveer elke donkere uithoek van de wereld. Dat wil zeggen, ik ben bijvoorbeeld geabonneerd op iets in Australië. En dan kom ik altijd binnen via Melbourne. En gisteren heb ik NL Ziet bekeken. En dat doe ik dan via een Nederlandse IP-adres. Het werkt als een tierenlier. En dat kan je voor sommige dingen van South by Southwest ook gebruiken. In België kan je het gebruiken om torrentdiensten te gebruiken. Want dat mag anders in België niet. Het is een universeel nuttig hulpmiddel. Goed, dan gaan we dat proberen, want tot slot dan, eigenlijk gaan wij, als wij in Austin zijn, weet je, dan is dit de ontbijtsessie, maar we sluiten de dag eigenlijk altijd af in de bioscoop. Wij spreken dan altijd af, zeggen we, zo'n leuke documentaire. Het is een belangrijk onderdeel van South by Southwest, net als de muziek. En Michiel, jij verdiept je altijd heel erg in het filmaanbod. Ben je al aan toegekomen, of? Nou, ik heb volgens mij, een van ons stuurde dat lijstje rond met 15 movies you can't miss of zoiets dergelijks. Ik
Ik heb daarna zitten kijken en ook naar een paar andere dingen, maar ik worstel dus nog enorm met de beschikbaarheid. Want ik wil toch, nou ja, ik worstel ook serieus, ik wil niet al te ethisch doen, maar ik wil ook niet de hele tijd alles omzeilen. Maar nee, ik heb de tips nog niet paraat, maar dat lijstje van die 15, misschien moeten we dat even ergens kunnen we dat op onze posthaven zetten? Zeker, ik zat wel even in de comments of in de beschrijving van deze video, kan ik hem ook even zetten. Ja, ja, laten we dat doen. Ja. Oké. Okay. Tot morgen. Hey. Hoi. Hoi. Hoi.